Oké, veren. En we gaan stappen op de plaats. Armen lekker meebewegen. Ja, schouders blijven laag. En geniet van even een lekkere, stevige stap. Ja, ook al is het binnen. Ja, dat komt goed. Oké. En we gaan veren op de plaats. Strek twee armen naar voren en tik de schouders aan. Strek. Je mag je vingers ook een beetje spreiden. Ja, we gaan om en om. Deze kunnen we ook snel. Ja. Tik, tik, tik. En weer langzaam, langzaam. En we gaan weer even stappen op. Even de schouders weer ontspannen. Zo meteen gaan we omhoog. Oké. Een beetje breder. Veer, strek omhoog. Hoog. Tik de schouders weer aan. Kom je niet zo hoog, laat je de armen wat lager, hè? Wat bij jou past met de armen en de schouders. Ja, om en om. Komt-ie. En de ene kant, de andere kant. Doe je rustig, zo? Ja, sorry. En daar komt-ie. Tempo. En tik, tik. Voor mij gaat de heup nog mee. Ja, heerlijk. Ja, langzaam, langzaam. Dan één keer de ene arm, andere arm. En even weer ontspannen. Weer een beetje breder. Ja. Breed staan en we maken spierballen. Breed. En sluit. Andersom die schouders, bovenlichaam. Trek de schouderbladen naar elkaar toe. We maken een dubbele tik voor. Tik, tik, breed. Tik, tik, breed. Ja, je voelt je ademhaling een beetje omhoog gaan. Maar het is wat sneller, maar dat mag, hè? Nog twee. Eén. En de laatste. Ja, maar even stappen. Even je schouders. Lekker los. Ja, hier wat breder staan. Twee armen voor en terug. We gaan naar rechts met twee armen. En naar links. Komt-ie. En weer naar voren. Naar rechts. Naar links. Nou gaan we twee keer langzaam naar voren. Voor. Twee keer snel naar voren. Tik, tik naar rechts. En langzaam. Twee keer snel. En tik, tik naar links. Langzaam. Twee keer snel. Naar voren. Voor. En twee keer snel naar voren. Naar rechts. Begin steeds met langzaam. Twee keer snel. Naar links en. Zou het dadelijk ook kunnen zonder dat je het voor zegt? Tik, tik. Shake it, shake
Makkelijk staan en draaien. Doe het, ja. Oké, goed zo. Goed. Voor de volgende les, dadelijk met de oefeningen, hebben jullie een flesje nodig. Dus zoek even een flesje, vul hem met water en dan gaan we dat gebruiken. Tot zo! En, allemaal een flesje gevonden? Yes. Ja? Goed zo. Dan gaan we aan de gang. We gaan wat oefeningen doen met het flesje. En net zijn we op de plaats gestaan, dan gaan we armen en benen samen bewegen. Dat doen we als volgt. Je pakt het flesje in je rechterarm, je zet je rechtervoet naar voren en je rechterarm gaat naar voren. En dan wissel je af met je linkerarm. He? Zo ga je om de beurt met het flesje en je voet naar voren. Goed zo. Als je dus een beetje goed door die knieën zakt, hoe zwaarder het wordt. Hoe zwaarder het wordt. Juist. Heel goed. Vol. Eén keer met links. Eén keer met rechts. En even stoppen. Goed zo. Beweging naar voren en hebben we net gedaan. Dan gaan we nou naar de rechterkant. Ja? Dus je stapt naar rechts. En je komt terug. Pak hem over en je stapt naar links. Ja. En hierbij geldt ook hoe verder dat je je benen naar buiten zet, hoe te zwaarder dat je het maakt voor je bovenbenen. Eén keer naar rechts en nog één keer naar links. Ja, oké. Dan gaan we naar achteren. Dus we zetten daar, pakken dadelijk het flesje in de rechterhand. We stappen met het rechterbeen naar achter. Je komt terug, pak hem over. Stap met je linkerbeen naar achter. Juist. Blijf goed recht vooruit kijken. Rechts. Goed zo. Dan gaan we omhoog. Yes. Ja. En dan gaan we het moeilijk maken. Net deden we de hele tijd linkerarm, linkerbeen. Nu gaat je flesje in je rechterarm en dan gaat je linkerbeen mee omhoog. Dus je krijgt deze beweging. Pak hem over. Ja. Oké. Even voor je coördinatie. Een tegengestelde beweging. Mocht het nou thuis niet lukken, dan doe je gewoon stiekem dezelfde arm, dezelfde been. En kom je niet zo hoog, ga je het een beetje lager. Ja. En je kunt ook nog een dwarsflesje maken. Oh. Dan gaan we voor de laatste keer met je rechterbeen, arm en nog één keer met je linkerarm. Goed zo. Voor, achter, links, rechts en naar boven. Goed zo. Dan gaan we nu achter het hoofd langs. Met een been omhoog, hè? Met een been omhoog. Dus nou wordt het extra moeilijk. Dus we gaan dadelijk het ene been omhoog doen. Flesje achterlangs. Zet hem even neer. Ga je de andere kant op. Dan gaat je andere been omhoog. Ja. Dus je moet en wat langer op één been blijven staan. En je moet nadenken welke kant dat flesje op moet. En kom je niet achterlangs, dan doe je gewoon onder je kin door, hè? Juist. Let wel op dat je niet omvalt in de kamer. Ja, voelen jullie ook die hersens kraken? Ja, dan nog één keer met het ene arm. En nog één keer met de andere arm. Goed zo. Even de armen rustig naar beneden. Ja, ik voel het in de schouders. Doe maar even achterlangs. Dan kan je even ontspannen, die armen en schouders. Juist. Een beetje spierballen gekweekt al. Andere kant even op. Ja, is goed. Ja, gaan we daar ook de benen er weer bij betrekken, Mirjam? Ja. Oké. Ga een beetje breder staan.
Ja? Je knieën zijn netjes gebogen. Dan gaan we eventjes door de knieën. Ja? En dan let erop dat je je borst goed naar voren uitsteekt. De Bokito houding. Ja? Dan ga je met je flesje tussen de benen door. En lukt dit nou niet, dan blijf je gewoon rechterop staan. En dan tik je en je tikt. Als je bovenlichaam een beetje meedraait. Juist. Oké. Okay. Misschien voel je wel een beetje van die verzuring in je benen. Yes. Ja, oké. Okay. Kom heel eventjes recht staan. Ja, onthoud even welke kant je op geweest bent. Oké. Okay. Ja? Oh, ja? Heb je onthouden? Goed zo, dan gaan we nou de andere kant op. Dus door de knieën. Andere kant. Juist. Hou vol. We doen er nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Ja, goed gedaan zeg. Wow, ja ja. Even losschudden. Even losschudden, hè. Zo. Oké. Een oefening voor de Lize. Voor de Lize en de heupen. Oké. We staan en we gaan met het flesje de binnenkant van je enkel of je kuit aantikken. En zorg ervoor dat je knie goed naar buiten wijst. En haal je nou niet je voet of je enkel, dan doe je gewoon binnenkant kuit of binnenkant knie. Ja. Als die knie maar mee naar buiten gaat. Heel goed. We doen hem nog drie keer. Oké. Okay. Drie. Twee. Eén. Ja. Goed. Ik denk dat wij het goed gedaan hebben. Snap je het niet? Oké. Goed zo. Tot de volgende keer.